Juweliers vinden Kruisstraat onveilig. Veel omgewaaide bomen door storm. En goed jaar voor het Parktheater. Juweliers in de Kruisstraat voelen zich onveilig. De straat is verbouwd, waardoor paaltjes en fietsenrekken zijn verwijderd. Overvallers kunnen hierdoor makkelijk een ramkraak plegen. Als je hier naar de straat kijkt, is veel open. Als je open is, dan is het makkelijk om snelheid te creëren met een auto en knallen. De gemeente doet volgens de juweliers te weinig om de juweliers te beschermen. Yildirim heeft daarom zelf een anti-ramkraakpaal laten plaatsen. Alle vier juweliers hier beroofd, neergestoken, met een pistool binnengekomen, ramkraken gedaan. En andere winkeliers zijn ook allemaal beroofd. Als je zoveel beroevingen en zoveel ramkraken, hoe kun je dat veiligste straat noemen? Even verderop aan de Woenselse Markt zit juwelier Ghassan. Eind november werd deze juwelier het slachtoffer van een gewapende overval. Hij zet een steen tussen de deur in dat hij niet dicht gaat. En heeft hij ons dus ook dus met een pistool bedreigd en met een pepperspray. Heeft hij geld genomen en is hij weggegaan. Het duurde niet eens een minuut. De juwelier wordt beschuldigd van verzekeringsfraude en voelt zich in het nauw gedreven. De overval zou in scène zijn gezet. We waren gisteren allebei dus op het politiebureau in Eindhoven. En opeens wij zaten daar en wij dachten ze hebben iets opgepakt of zo. En nu blijkt dus dat wij het in scène hebben gezet. En nu zeggen ze dat wij dat hebben gedaan voor de verzekering en zo. De gemeente wil niet voor de camera reageren, maar gaat volgens een woordvoerder wel in gesprek met de juweliers.